Vertel eens, waar gaan we naartoe? Naar de boot. Naar de boot? En wat gaan we daar doen? Dieren zoeken. Wat voor dieren? Olifanten. En leeuwpaarden. En krokodillen. Waar gaan we heen? Naar de boot. Nek. Right, ready to roll, eh? Vind je dat we op de boot gaan, op de speedboot? Wow. Oh, dat lijkt me niet. Je moet tussen de krokodillen zwemmen. Dat is wel een trend. Let's do this. Come on, Martin, where are you, boy? Yeah! Woohoo! Stop that! Oh, nice, eh? Oh, dat hangt er aan mijn tenen. Hè? Je moe? Nee. Hey, wat is dat? Loop maar, ga mama zoeken. We zijn aanbeland in het paradijs volgens mij. Ik laat jullie zien waar wij slapen. Het lijkt een gewone tent. Oké, we moeten de deuren goed dichten omdat er apen zijn die graag binnenkomen. Hier is de kamer van de kindjes. Ik wil op de boot zitten. De kids hebben trouwens lange mouwen aan vanwege de extreme zon op de boot. Het is hier bloedje heet. En hier slapen mama en papa. Weet je wat de buitenkant is? Wat is aan de buitenkant? Hier is dit. Hier ga je naar buiten. Lek stil. Ja, ik wil naar buiten kijken. Hier is de douche. Buiten douche. En het bed. Wow. Nick, wat is er? Een fluit. Oké, en waarom hebben we een fluit? Als er gevaar is. Wat gebeurt er dan? Er komt een rentje. Wat voor soort gevaar, Nick? Als er gewoon dieren zijn ergens. Een spin? Ja. Als er een spin is? Wat dan? Als er een olifant is of een nijlpaard of zo. Hey Lea. Hi, waar is de olifant? Daar is on die boot. Sorry, you guys give me a tough time. Ja. Achter de rots, zie je hem? Dikke kop. Hij is een krokodil, schat. Ik denk dat het een nijlpaard is. Ik denk dat het een krokodil is. Vismaker hoor. Het zijn van vissen. Vissen hebben hier een eitjes in gelegd. Dat is wat de rivier, het water. Dat is een hele goede aardes.
Als jullie dit zien, dan weten jullie vast wat de bedoeling is, jongens. Hey Nens, krijg je nog gehandeld? Nee. Vet hè. We volgen nu het spoor van de buffel. Dus we gaan lopend het spoor van de buffel zoeken. Althans, de buffel zelf. En een elephant spoor van. This is one single tooth. You see? Wow. This is the next tooth coming through. They erupt from the rear. So elephants get 6 sets of teeth. So you can age them pretty accurately using. That's youngster up here. And so there's another set in the back here, so that's probably in 6, in 5, in 4. So about a 20-year-old. Dus er is een leeuw en die probeert een attack. Zo, we moeten stil zijn. Achter ons zijn twee hippo's. Daar moesten we voor wegrennen. We gaan vissen! That noise he makes is because he's not interested here. Got a fish! Oh, nice catch! Let's see, Nick! Woo! Yeah! Nicky! Love.
Ja? Nicky, kijk hoe vet die vis is. Als hij naar beneden gaat, als iemand naar beneden trekt. Oh, Nancy! Je eerste visvangst. Look at that boy. Wow. Oh, look at tiny one. You got yourself a tiny one, Ruth. No, though. Nancy is fishing. Yeah. I guess. Look on her face like, this is the second world goal, boy. Okay, girls. Oh. Ooh, Nicky on the gun. Bruce, we're not catching babies. Slow, please. I'm not quick. Okay, so watch. It's on the ground, right? Yeah, so lift it like that and then drop it. So if you miss the fish like a bomb. Echt waar? Yay! Yeah, good. He's understanding English. So Nick, the next sentence is, the boys gave the girls a chance. You won't get that one too bad. Volgende keer gaan de jongens winnen, zegt hij.